Meneer Veerman, u bent klokkenluider over de atoomspionage van meneer Abdul Khan. Sinds een maand of 3-4 ben ik een erkende klokkenluider in de atoomspionage met Pakistan, waarin gemeld is dat de Nederlandse staat en Stork en wat andere multinationals de ultracentrifuge met medeweten van staatsgeheimen naar Pakistan verscheept of verkocht hebben. En wie was mede verantwoordelijk voor die toestemming om spionage te bedrijven? In grote lijnen onze Nederlandse overheid. Die hebben daar toestemming aan gegeven, denk ik. Die hebben samengewerkt met de multinationals om dat te verkopen naar Pakistan. Ja. Pakistan heeft dat vervolgens doorverkocht aan China, Noord-Korea en aan Iran. Waar nu het grote probleem is. Maar ik begrijp dat dus dit soort spionage niet zomaar uit de Nederlandse politiek naar voren komt. Daar is dus iets geweest met de Amerikanen. Dat verhaal gaat dat de CIA Nederland opdracht gegeven heeft om mee te werken aan die spionage. En dat spoort naar mijn mening dat dus meneer Khan gewoon Nederland in en uit kon, terwijl hij dus een gezochte crimineel was, eigenlijk. Toen meneer Khan veroordeeld was als spion, toen is meneer Khan daarna nog regelmatig in Nederland geweest en in België en in Duitsland om de multinationals de opdrachten te geven voor de apparatuur, de staatsgeheime apparatuur, om die voor Pakistan te maken. Heb ik nog één vraag eigenlijk. Wat gaat er gebeuren met de media in Nederland? Want de informatie die dus u naar buiten hebt gebracht bij de Sociaal Databank Nederland is ruim. U kunt alle 9 televisieuitzendingen kun je gewoon terugzien bij mij, bij de SDN. Maar het gaat er dus nu om. In 2021 komt er op televisie dus een documentaire. Vertel er eens iets over. De firma Bromet die heeft in januari 2021... Nee, de firma Bromet heeft een documentaire gemaakt met de naam In de ban van de bom. En daarvan is gepland dat die documentaire in midden januari 2021 uitgezonden gaat worden via tv. Eerste instantie in Nederland en daarna zal die in Europa wel uitgezonden gaan worden, denk ik. Ik heb begrepen dat er ook voorbeschouwingen zijn in dat land. Er zijn voorvertoningen in het land. Die voorvertoningen zijn zeer positief ontvangen. Met een aantekeningen erbij. Zeer goed. Ja, in ieder geval positief ontvangen wat betreft onthullingen. Onthullingen, ja. Want Nederland staat natuurlijk wel eigenlijk aan de schandpaal, hè? Ja. Klopt. Ik heb eigenlijk het voornemen om die informatie ook naar het Europese Hof te gaan brengen en daar wat steun te mogen ontvangen van de parlementariërs van de Europese gemeenschap. Vervolgens wil ik eigenlijk ook naar de Verenigde Naties gaan. Ik heb begrepen dat je dus ook het Nederlandse parlement helemaal gaat inlichten over datgene wat er dus op televisie gaat verschijnen. Ja, precies, dat wil ik ook, ja. En kijk, Nederland heeft een enorme groot internationaal misdrijf begaan. En dat misdrijf, ja, dat moet toch, de mensen moeten aan de kaak gevoeld worden. Ja, kijk, premier Lubbers, die dus eigenlijk de contactman was met de CIA, heeft alleen overleden. Dus niemand kan eigenlijk meer direct de gevangenis in. Hoewel je zou zeggen van, het is zo ernstig dat er moeten ergens koppen rollen. Nou, kijk, het kabinet neemt alle verantwoording over wat in het verleden gedaan is. En daar kan het kabinet ook over aangesproken worden. Gaan we doen. Hé, meneer Veerman, mag ik u bedanken voor de geweldige onthullingen die u gedaan hebt. U bent een van de mensen die dus de Nobelprijs heeft gekregen. De Nobel betekent geen bel. En ook dat kunt u dus zien op de video en het adres daarvan, zoals dat in dit filmpje naar voren wordt gebracht. Ga maar kijken bij de Sociale Databank Nederland en u vindt alle informatie die nodig is om de integriteit die in Nederland hier en daar wat mankeert,
een beetje aan de orde te stellen. Ja. Nou, dank u wel. Graag gedaan. We gaan kijken wat eruit voortkomt. Dank je wel.